Fijne avond. Je kijkt naar het OUTV Nieuws van woensdag 11 september. Met verderop in het nieuws. Homo-uitzending van BNN-programma Spuiten en Slikken. Victor en Rolf lanceren brillencollectie. En we zien de Oostenrijkse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Maar we beginnen met een bericht uit de gemeente Westland. Kerken uit die gemeente hebben een open brief geschreven aan homo's en lesbiennes in de gemeente. Hierin laten ze weten dat gays welkom zijn. De aanleiding van de brief waren verschillende berichten dat homo's en lesbo's zich onveilig zouden voelen in de gemeente. Tientallen katholieke pastoren, protestante dominees en evangelische voorgangers hebben de brief getekend. Ze waren geschrokken dat de gevoelens van onveiligheid vooral voortkwamen uit de conservatieve christelijke cultuur. We weten dat er vaak liefdeloos en onkundig met homo's en lesbiennes is omgegaan. Er zijn verschillende situaties waarin wel geluisterd is, maar er is niettemin veel leed veroorzaakt. Aldus de kerken. Er wordt nog steeds verschillend gedacht over het praktiseren van homoseksualiteit, maar desondanks zijn de kerken het er wel over eens dat iedereen waardig met elkaar moet omgaan. De brief kun je terugvinden op onze website. Eerder hadden we het op onze website al over de coming-out van presentator Tim Hofman. En er was een filmpje te zien waarin de presentator met een man kuste. Nou, schijnt dit gewoon allemaal een promotietool geweest te zijn. Aankomende zondag begint namelijk weer een nieuw seizoen van Spuiten en Slikken, waar Hofman presenteert. En laat nou net de eerste aflevering helemaal in het teken staan van gays. Homo of niet, het BNN-programma vindt het een belangrijk onderwerp om er een hele aflevering aan te wijden. En daar zijn wij natuurlijk helemaal mee eens. In Japan bestaat het al, maar het ontwerpersduo Victor en Rolf zal nu ook in Nederland een collectie brillen lanceren. De collectie bestaat uit 25 zonnebrillen en optische brillen voor zowel mannen als vrouwen. Eind september worden de brillen gepresenteerd in Parijs. En in het voorjaar van 2014 zullen ze in de winkel liggen onder de naam Victor & Rolf Vision. Oostenrijk heeft hun inzending voor het Eurovisie Songfestival 2014 bekendgemaakt. Het land gaat vertegenwoordigd worden door Conchita Wurst. De travestiet heeft al een flinke groep fans opgebouwd, want ze timmert immers al een tijdje aan de weg als zangeres. Wurst in het dagelijks leven Tom Newworth deed in 2012 al mee aan de voorrondes van het Oostenrijkse Nationale Songfestival, maar viel toen net af. Toen deed ze het nummer That's What I Am. That's what I am. That's what I am. Veronica Magazine heeft onderzocht welke man het beste doet bij de homo's. De winnaar is bekend. Kees Tol mag zich volgens de lezers van het blad de lekkerste gay noemen. De Volendammer zegt zelf erg verbaasd te zijn en had eerder gedacht dat Ferry Doedens de eer zou krijgen. Uit het onderzoek met de naam Wat vindt Nederland lekker kwam onder andere nog dat Umberto Tam de lekkerste kale man van Nederland is en Turner Epke Zonneland het lekkerste wasbordje bezit. Zangeres Cher gaat plaatsnemen als jurylid in het vijfde seizoen The Voice USA. Ze gaat de countryzanger en coach Blake Shelton helpen bij het begeleiden van zijn kandidaten. Het is de vraag of Blake deze hulp nodig heeft, want hij won de laatste drie seizoenen. Cher neemt dus niet plaats op de beroemde draaistoelen, maar zal wel een prominente rol innemen in het programma. Athletes Among Us, zo heet het nieuwe boek van Jordan Matter. In het boek zien we atleten, rugbyspelers en heel veel andere sporters hun sport uitoefenen op alledaagse locaties. Zo doet een rugbyspeler boodschappen terwijl hij zijn winkelwagen boven zijn hoofd houdt. Een keepster staat midden op de weg in een hockey outfit en een andere sporter scheert zich met een samurai zwaard. Het is niet de eerste keer dat de fotograaf een fotoboek maakt. Eerder maakte hij er al eentje met dansers. Kijk even op onze website voor meer foto's. Ook hebben we een leuke making-of video voor je. Everybody, everybody, let's get into it, get stoked, get it started, get it started, get it started, let's get it started, let's get it started in here, let's get it started, let's get it started in here. Britney Spears is helemaal terug. Ze heeft aangekondigd dat we allemaal volgende week naar haar nieuwe single kunnen luisteren met de naam Work Bitch. Daarbij twitterde ze een foto uit de videoclip.
zoals hier naast mij te zien is. Workbitch is een toepasselijke titel, want ze zal er flink aan moeten trekken nu ze zo lang uit de running is geweest en haar concurrentie moordend is. Haar laatste succes was Scream & Shout samen met will.i.am, maar zelf heeft ze de afgelopen tijd weinig laten zien. Wij zijn benieuwd of dit de echte comeback is of de misschien wel definitieve aftocht. Volgende week, dan weten we het. De Brazilian Wax is helemaal in bij de mannen. Hoe we dit weten? De keten The Lead Professionals in Waxing deed statistisch onderzoek onder 70.000 uitgevoerde Brazilian Wax behandelingen. En daar kwam uit dat maar liefst 89% van de mannen koos om alles weg te laten halen. 11% laat nog wel een beetje haar staan. Wel is het zo dat vrouwen meer kiezen voor de pijnlijke waxbehandelingen dan de mannen. Die halen vaker alles weg met de trimmer. En op woensdag is het tijd voor de OutTV Top 3. Voor deze rubriek struinen wij het internet af op zoek naar de leukste filmpjes. Deze week laten we je kennis maken met de Bulgaarse zanger Aziz. Deze 35-jarige zanger staat vooral bekend om zijn flamboyante verschijning en het feit dat hij zijn homoseksualiteit niet onder stoelen of banken steekt. Iets wat in zijn geboorteland niet zoveel voorkomt. De titels van Aziz zijn vaak provocerend. Hij heeft nummers die titels hebben als Give It To Me en It's Hard For You. Het volgende nummer heet vertaald Eerlijk en gaat over zijn geaardheid. Het tweede nummer heeft de niets verhullende titel Hit Me. En dan nu de nummer 1. Dit liedje heet Evala. En dat is de naam voor een traditionele vorm van worstelen. Dat is te zien. Dit was het OutTV Nieuws van woensdag 11 september. Dankjewel voor het kijken. Voor nu wens ik je nog een prettige avond en voor straks slaap lekker.